Op het eind van dit hoofdstuk gaan we het hebben over de elektriciteit om je heen. Want kijk om je heen, thuis, overal wordt gebruik gemaakt van elektriciteit. We gaan van start. We beginnen met even te kijken wat voor onderdelen we allemaal hier hebben. Natuurlijk een elektriciteitscentrale, die moet de spanning leveren, het vermogen leveren. We bekijken één stopcontact, één lamp en één machine, denk aan een wasmachine. Vanuit de centrale gaat er een bruine draad naar alle punten die van spanning moeten worden voorzien. Je hebt natuurlijk een stroomkring nodig, dus er moet ook een draad teruggaan. Dat is de blauwe draad. En dan komt er ook nog een geel-groene draad het huis binnen. En dat is de derde draad. De bruine draad, dat noemen we de fasedraad. En dat is de draad waar de 230 volt op staat. Natuurlijk, om een spanning te meten, heb je twee aansluitpunten nodig. Eén aansluitpunt komt door de fasedraad. En het andere aansluitpunt komt op de nuldraad. En dan meet je dus 230 volt. De nuldraad, het woord zegt al, daar staat 0 volt op. En dat wordt gerealiseerd door in de centrale, dus niet vlak bij huis, maar echt in de centrale, wordt de nuldraad verbonden met de aarde. En meestal wordt dat dan grondwater. Daardoor heb je zeker 0 volt op de nuldraad. Dan de aardleiding tenslotte nog. De aardleiding is ook 0 volt. Het verschil met de aardleiding en nuldraad is dat de aardleiding vlak bij de woning is geaard. Dus vlak bij de woning wordt die voorzien van 0 volt. We zullen later bekijken wat het nut van zo'n aardleiding is. Dat zijn de drie draden die het huis ingaan. Er is nog een derde draad in huis aanwezig. En die zie je daarboven, dat is de schakeldraad. En die is zwart. Een schakeldraad, die kom je tegen bij lichtpunten en dergelijke, want het zit tussen een schakelaar en de lamp. Er kan 0 volt op zitten, als de lamp uit is, staat er 0 volt op. Maar als de schakelaar ingeschakeld is, dan staat er 230 volt op. Dus ook daar moet je oppassen met het aanraken van draden. Het kan goed gaan, 0 volt, maar voor zelf geld ga je de mist in en staat er 230 volt op. Wat komt er allemaal nog verder bij kijken? Nou, allereerst vanaf de centrale komt een stroom eerst de hoofdzekering tegen. Hoofdzekering wordt aangebracht door de elektriciteitsmaatschappij en kan de gebruiker niet zelf vervangen. Hij is verzegeld. Het moet de gebruiker beschermen tegen een overmatig stroomgebruik, waardoor er bijvoorbeeld brand kan ontstaan. Na de hoofdzekering krijgen we de kilowattuurmeter. Zo meteen even iets over zeggen. Een kilowattuurmeter heb je al gehad. Daarna komt de aardlijkschakelaar. Komt zo meteen ook aan bod. En daarboven komen de zekeringen die de gebruiker gewoon wel zelf kan vervangen. En je ziet hier dat er drie zekeringen zijn. Betekent dat er drie verschillende groepen zijn. Alles is verdeeld over groepen, hier dus drie. Voordeel is dat als er één groep door kortsluiting uitvalt, dat dan alle andere groepen wel gewoon kunnen doorgaan. Hier hebben we de kilowattuurmeter. Een ouderwetse trouwens, het is gewoon met een draaischijf en dergelijke. En onder de kilowattuurmeter in dat bakje, daar zit de hoofdzekering. En daar kun je dus normaal niet bij komen. Dit is een oude, nieuwere. Zie je hier, ja, hierboven weer een kilowattuurmeter, maar dan digitaal. En daaronder, je kunt de gele verzegeling nog mooi zien, is de hoofdzekering. De aardrijkschakelaar, hier heb je eentje, en dit is een ander exemplaar. Die beschermt tegen kortsluiting, en dan kortsluiting via jouw lichaam. Kijk, als volgt. De stroom die gaat dus door de fasedraad. En is dit een of ander apparaat, maar in het apparaat kan er dus kortsluiting wezen, waardoor als jij het aanraakt, dat de stroom dan door je heen gaat naar de aarde toe. Nou, dat betekent dus dat bijvoorbeeld hier gaat 1 ampère, als nou 1 tiende ampère daarheen gaat, betekent dus 1 ampère heen, dan gaat er slechts 0,9 terug. Nou, dat betekent dat de aardrijkschakelaar ziet
dat er minder terugkomt dan dat er heen gaat. En de aardrijkschakelaar reageert dan daarop door de stroom af te sluiten. En dat doet hij in behoorlijk korte tijd. En daardoor blijf je dus gevrijwaard van een te grote schok. En het kan levensreddend zijn. De groepenkast. Hier is weer een wat ouderwetse groepenkast. Met een normale, ja wat heet normaal, een oude zekering. En zo'n zekering, dat is eigenlijk niks anders dan een gloeidraadje. Nou, gloeidraadje, als het goed is moet het niet gloeien, maar als het een te grote stroom voor zijn kiezen krijgt, dan zal dat gloeidraadje inderdaad echt gaan gloeien en kapot branden. En dat betekent dus dat er geen stroom meer doorheen kan. Ja, dus het doorslaan van een stop is in feite gewoon het doorbranden van een draadje wat erin zit. Een wat modernere kast is deze. Een moderne stop ziet er zo uit, maar ook in een ouderwetse stoppenkast kun je met een wat modernere stoppen doen. Want kijk, je hebt ook exemplaren die je dus in een oude stoppenkast kunt draaien en dan hoef je niet iedere keer te vervangen. Een stopcontact. Ja, je hebt ze op twee manieren. Je hebt een ongeaard stopcontact. Dat betekent dat één van de twee aansluitpunten met de fase verbonden is en de andere is met de nuldraad verbonden. En je hebt een geaard stopcontact en die heeft drie aansluitingen, namelijk de fase en de nul, dat is gewoon. En die twee metalen stukjes, die zijn beiden verbonden met de aarde. Dus die heeft een geaard stopcontact. Waarom geaard, zul je afvragen, want ja, 0 volt, ik heb ook een nuldraad die 0 volt is. Wel, laten we eens kijken naar een wasmachine. Deze wasmachine die doet natuurlijk nog niks, want een wasmachine die doet het alleen maar als, precies, hij aangesloten is op een stopcontact. We gaan nu eerst eens kijken naar wat er gebeurt als hij niet geaard is. Dus de draad bestaat alleen uit een fasedraad en een nuldraad. En die komt dus de wasmachine zo in. Wat gebeurt er als nu er een beschadiging is en daardoor zal dus het omhulsel van de wasmachine in aanraking komen met de fasedraad? En erger nog, wat gebeurt er als jij de wasmachine dan aanraakt? Wel, dan gaat er een stroom lopen van de fasedraad en die gaat dan door het omhulsel van de wasmachine heen en die wil ergens heen en ja, hoe moet die dan verder? Precies, door jouw hand en dat is niet prettig. Nu een geaard, de aansluiting. De wasmachine wordt dus met een stroomkabel gedaan en daar zit dan ook een geaarde draad in. En die geaarde draad die wordt altijd aan het omhulsel van een wasmachine vastgemaakt. Ja, dat is standaard zo. Wat gebeurt er nu? Weer een beschadiging. Dus de fasedraad raakt weer het omhulsel. Maar nu gaat er meteen een stroom lopen, want de stroom kan nou via het omhulsel meteen via de aardedraad naar precies de aarde. En dat betekent dus dat die stroom niet meer zo'n moeilijke weg zal gaan om door jouw hand te gaan. Die gaat meteen door de aardedraad. En nog beter, de stroom gaat heen door de fase, maar de stroom gaat terug niet via de nuldraad, maar via de aardleiding. Oftewel, de aardrijkschakelaar wordt geactiveerd en de zaak wordt opgelost. Dat is dan ook het nut waarom geaard iets beter is dan gebruik maken van de nuldraad. Er zijn natuurlijk veel meer dingen die op elektriciteit werken, maar alles is hetzelfde principe. Een koffiezetapparaat, die kom je even tot rust en dat doen we nu ook maar weer.